Charlie Puth met Attention. Ja, als het gaat om aandacht, dan hadden we natuurlijk de afgelopen dagen vooral voor de letters DEF, Dudley, Eunice en Franklin. Drie stormen op een rij die zorgden voor flink wat schade. En wellicht ook wel wat angstige momenten. Want ja, ik vond het af en toe toch wel echt ongelooflijk hard waaien. We blikken terug op die stormdagen met brandweerman Edwin Haasbroek. Via Zoom ben je bij ons. Welkom Edwin. Ja, goedemiddag Gien. Ja, fijn dat je even tijd voor ons kunt maken. Want ja, het was wel echt een stormachtige weekend natuurlijk. Het begon een beetje op vrijdag, maar... Misschien begon het al wel eerder, want we werden er al voor gewaarschuwd natuurlijk. Hoe komt dat bij jullie binnen? Hoe lang van tevoren zijn jullie daar dan al mee bezig als brandweer? Nou, wat wel gebeurd is inderdaad, dat op het moment dat zo'n storm wordt aangekondigd, dan kijk, naast dat we altijd gewoon onze reguliere materialen controleren elke ochtend als we in dienst komen. Ja, dan zijn er toch wat extra materialen die in de kazerne liggen, die ook even nagekeken worden. Dus dat is altijd wel een dagje van tevoren. Dat er wel nog even die spullen ook uit de schappen wordt gehaald. En die worden ook nog even extra gestart en even nagekeken of de kettingen scherp zijn en dat soort zaken van de kettingzagen voor de bomen en dat soort zaken. En voor de rest is het eigenlijk gewoon afwachten wat op ons afkomt. Ja, maar je weet dan wel, want ja, ik moet zeggen, je hoort natuurlijk wel eens vaker dat het dan gewaarschuwd wordt en dan wordt er een code gegeven, oranje of geel. Dan denk je, nou, het valt misschien nog wel mee, want dat is dan ook gelukkig wel eens. Maar dit klonk wel echt steeds dreigender. Wanneer was het bij jullie eigenlijk wel zeker dat je denkt, oh ja, dit wordt echt een dag met veel, veel omgewaaide bomen? Nou, eigenlijk was dat pas in de ochtend, op vrijdagochtend, de 18e. Dat was natuurlijk het moment dat we natuurlijk gewoon, ja, eigenlijk begon de dag best heel erg mooi met rustig weer. En eigenlijk toen er eigenlijk opgeschaald werd naar code rood, hè, toen was het echt wel dat we zeiden, nou oké, dan als ze, dat doen ze niet zomaar. Hè. Dus dan zie je echt wel wat je dus inderdaad zegt. Soms zijn er ook wel eens van die aankondigen en dan valt het inderdaad erg mee. En nu was het inderdaad oké, nou gaan we echt wel wat voor onze kiezen krijgen. En eigenlijk is het in de hele ochtend, begin middag was het eigenlijk nog niks. Hè. Dan nog helemaal geen meldingen en dat soort zaken. En eigenlijk vanaf 2:30, toen kregen we eigenlijk de eerste meldingen van dat er toch wel wat aan de hand was. En toen is het eigenlijk in één doorlopende voorstelling geweest van de verschillende uitdrukken. Ik zat zelf op de ladderwagen. Nou, dat is natuurlijk ook met dit soort incidenten is dat wel degene die ook het meeste gevraagd wordt, met name voor de daken, dat soort zaken, hoge bomen waar grote stukken uitvallen. En er worden ook op dat moment was wel ook aan de voorkant was er ook wel een extra wagen al in dienst gezet. In Leiden praat ik dan zelf. En ook wel andere regio's zijn ook al, of tenminste regio's, andere plaatsen zijn ook al stand-by gaan staan. Dus op dat moment weet je dat je natuurlijk wel aan de bak mag. Ja, dan mag je echt aan de bak. En wat zijn het dan voor dingen waar je naartoe geroepen wordt? Want je had het al over, ja, je moet zorgen de kettingzagen goed scherp zijn. Zijn het vooral bomen die al omgevallen zijn die je uit de weg moet halen? Of ook bomen die misschien dreigen om te vallen en waar je dan iets mee moet? Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Dat is ook die tijdstip, dat valt heel erg geen pijl op te trekken. Op het moment dat je denkt dat, hey, nu waait het heel erg hard. En dan denk je, nou, dan zullen ze vallen. En op het moment dat je s'nachts nog naar een boom moet en dan sta je daar 2 uur bij een boom waarvan je denkt, ja, waarom heeft die het dan niet eerder begeven? Maar dat is ook, zeg maar, het hoe er naar de bomen wordt gekeken, ook in samenwerking met de mensen van de gemeente, van de bomenzorg, die ook daar wel goede kijk op hebben natuurlijk. En zeker, ik ben zelf bij een grote boom geweest op de Hoge Rijndijk. En dan zie je dat er dan een wortelbreuk is en dat is dan cruciaal voor zo'n boom. En dan zie je gewoon dat zo'n boom, zeg maar, dan echt wel een gevaar vormt. Want dat is als er een grote boom op de Hoge Rijndijk valt, dan heb je natuurlijk wel een groot probleem als er verkeer rijdt. En toen zijn we daar ook al in samenspraak met de gemeente, hebben we daar gewoon de grote kruin eruit gehaald. Zodat het grootste gevaar op dat moment al geweken is. En dan is later zijn er nog wel extra maatregelen getroffen om de hele boom weg te halen. Ja, en want nou, gelukkig volgens mij in Leiden zijn er geen bomen echt bovenop mensen gevallen, zoals we in Amsterdam zagen. Maar hoe gevaarlijk is het eigenlijk voor jullie zelf als brandweerlieden om dan
ja, bij rondom omvallende bomen of je te begeven om daar bergingswerkzaamheden te doen. Nou, inderdaad, niet echt slachtoffers, maar ik weet wel dat er ergens bij de Populierenstraat pad, dat er ergens gewoon op drie ogen een boom er binnen gekomen. Dus ja, dat zijn ook wat je niet direct verwacht. Ja, wat zijn de gevaren voor onszelf? Ja, dat zijn toch de losse materialen die ook in het rond kunnen slingeren op het moment dat we ergens ter plaatse komen. Ja, een van onze eigen collega's die heeft ook nog wel een dichtslaande deur tegen zijn hoofd aangekregen. Dus die is ook wel. Ja, dat toch wel daar last van. Dus dat zijn ook wel de onverwachte dingen die je om de hoek komen kijken. En dat is natuurlijk ook wel vervelend op het moment dat je het overkomt. Ja, zeker. En dan, ja, dan is er zo'n dag. Hoe laat waren jullie klaar vrijdag? Is het dan gewoon echt 24 uur doorwerken? Nou, ik zeg, we zijn eigenlijk zelf, als ik nu kijk, is het om 2:30 echt wel een beetje begonnen. En ik ben zelf tot 2:30 s'nachts zijn we bezig geweest. En het laatste was ook inderdaad dat we bij de Jacob Katselaan, waar was er een complete gevel van een woning, was helemaal weg, tenminste ingestort, omvergeblazen op de garage. En tussendoor zijn we ja, ook bij hele grote daken geweest, bijvoorbeeld de Pieter Botstraat, waar echt wel over een afstand van 80 meter gewoon het hele dak weggewaaid is. Ja, dan kan je op dat moment dat het echt aan de storm bezig is, kan je daar het minst aan doen, want dat is gewoon een te groot gevaar voor ons en onszelf om daar op het dak te gaan lopen met zulke grote oppervlakten, waar je gewoon echt niet weet, want dan ben je natuurlijk maar een heel licht gewichtje als je zo'n heel groot gewicht van zijn gedachte op je pet krijgt, zal maar zeggen. Dus dat zijn wel de moeilijke dingen. Ja, tussendoor, ja, wat we ook nog even hadden, was dat we ook echt wel een serieuze brandmelding hadden in Wassenaar, daar waar we naartoe moesten. Dus dat zijn allemaal dingen die echt alle facetten van ons werk komen op dat moment wel op die dag voorbij. Ja, en nu, het idee is toch dat de wind nu een beetje gaat liggen en dat het wat rustiger wordt in de loop van de avond, maar is er dan toch nog gevaar van bomen die misschien wel wat hebben staan klapperen, zal ik maar zeggen. En die misschien in de komende weken nog iets nog wel om kunnen gaan vallen of zo. En hebben jullie daar dan ook nog bemoeienis mee? Of is dat dan uit jullie handen? Nou, dat is eigenlijk wat je dus nu ziet, is dat er op zich ook wel opvallend was aan de cijfers. Hè? Dus ik weet de cijfers dan van wat ik zelf als ladderwagen. Ik heb zelf 27 meldingen afgereden die dag. Ik weet dat er in Hollands Midden bijna 1000 waren. Maar ik weet ook dat er op een dag daarna, dat er ook nog 350 meldingen waren van verschillende situaties. Waar mensen toch met minder wind, dat ze dan even toch durven te gaan kijken wat er nou aan de hand is. En ja, sommige situaties, dat is gewoon echt dakwerk wat gewoon aannemerwerk is. Hè. Daar kunnen wij niet op doen. Wij zijn echt voor het acute gevaar. En wat op dat moment gevaar voor de omgeving is. Maar de rest van het, ja, en wat je ook vaak bij die bomen ziet, is dat, kijk, als zo'n wind gewoon structureel een beetje uit het zuidwesten komt, dan zijn die bomen daar het meest op berekend. En op het moment dat je een beetje weer een harde storm eroverheen krijgt en de wind draait en er komt dan een beetje uit onverwacht hoek, dat vinden die bomen dan vaak ook weer minder leuk, zou ik maar zeggen. Dus dat zijn wel die dingen. En soms zie je op dag, ja, soms zijn ook wel, ja, bijvoorbeeld Leidschout, daar zijn natuurlijk ook grote bomen. Daar moet je daar natuurlijk tijdens de storm sowieso niet lopen. Maar dat zijn nu juist ook de plekken waar de mensen straks gaan wandelen en denken, hey, dan kan ook weer een grote tak los. Of die ook nog in de tak andere takken, of dat echt wel grote dingen een scheur in de bomen zitten, waar dat dan op dat moment. En dat is dan meestal wel weer voor de groenvoorziening. Daar zijn wij niet verder bij betrokken. Nee, maar als je nou, want ik kan me voorstellen dat mensen denken die misschien een grote boom in hun tuin hebben of in hun straat. Is dat nou iets, kun je nou aan een boom zien of die zeg maar een beetje stormbestendig is? Of moet je dat gewoon overlaten aan de gemeente? Maar ja, als die dan in je eigen tuin staat, ben je daar dan zelf verantwoordelijk voor? Nou ja, dat is een beetje zo. Kijk, sommige bomen die zijn gewoon ook waar soms mensen ook zelf het initiatief nemen om zeg maar om die verzorging van zo'n boom. Hè? Want dat zo'n boom heeft ook gewoon op dat moment zeg maar verzorging nodig. En dat de dode takken eruit gehaald worden en dat soort zaken is dat je dus daar wel gewoon zelf voor verantwoordelijk bent. Kijk, soms zijn er bomen die sommige mensen weg willen hebben, maar dat kan weer niet omdat het weer beeldbepalende bomen zijn en dat je daar dus ook zomaar ook staat in je eigen tuin, dat die ook niet meer zo weg mag. Tenminste heb ik uit eigen ervaringen meegemaakt. Maar het is ja, gewoon eigenlijk goed opletten wat er op dat moment met zo'n storm naar beneden komt. En
ja, de signalen hoe een boom er echt bij doet. Dat lijkt gewoon echt aan de professionals over die daar gewoon dagelijks mee bezig zijn. Ja, dat laten we dan aan de professionals over. Hey, dankjewel Edwin dat je even bij ons aanwezig wilde zijn om te vertellen over het werk van brandweerman in de storm. Heel veel succes met je werk en ik zou zeggen, blijf vooral ook veilig zelf. Hè? Ja, dat doen we zeker. Dankjewel voor het gesprek. Oké, dat was Edwin Haasbroek. Hij is brandweerman te Leiden onder andere. En hij had een behoorlijk drukke dag afgelopen vrijdag.